parochiebestuur van de Bartholomeuskerk in Poeldijk voelt zich niet serieus genomen door de Westlandse gemeenteraad. Het kerkbestuur vraagt zich hardop af of de plannen voor de verbouwing van de kerk wel goed zijn bekeken door de gemeente. Volgens LPF Westland is er wel degelijk serieus naar gekeken, maar zitten er te veel risico's aan. Een verdacht persoon die poortdeuren controleert. Steeds vaker waarschuwt de politie om dan meteen 112 te bellen. Om eens te kijken of inwoners dat ook daadwerkelijk doen, is maandag een oefening gehouden in de wijk Pijlentuinen in Naaldwijk. Geen crimineel, maar een agent, verkleed als boef. In het begin werd de man nauwelijks opgemerkt, maar toen de Burgernet-melding uiteindelijk doorkwam, stond de telefoon bij de politie roodgloeiend. Het uitzicht van deze bewoners aan de Aalscholver en Rijnweg in Monster gaat er binnenkort heel anders uitzien. Op dit veldje, een voormalige gaswinningslocatie van de NAM, komt namelijk een boortoren te staan. Uit recent onderzoek blijkt dat er nog steeds wat gas uit de vroegere put lekt. Geen grote hoeveelheden, maar toch. De politie heeft dinsdagmorgen vroeg een verlichtingscontrole gehouden aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk. Deze weg wordt veel gebruikt door scholieren. De fietsers die voor schooltijd langsrijden hebben allemaal verlichting. Maar als de grote groep scholieren langskomt, is het voor de agenten bijna niet bij te houden. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld, alleen waarschuwingen.